Het is verwachtbaar dat het aantal positieve COVID-19 gevallen het aantal van 400 zal overschrijden vanavond. Met de laatste bewerking van de cijfers gisteravond kwam het aantal met 40 nieuwe besmettingen al op 397. 26 van die besmettingen zijn afkomstig uit Paramaribo. Van de 233 afgenomen testen waren 193 negatief, terwijl 23 mensen gisteren genezen zijn verklaard. In het ziekenhuis worden 49 personen behandeld, terwijl 8 zieken zijn opgenomen op de intensive care unit in het ziekenhuis. 238 positief geteste mensen zijn in isolatie en 839 negatief geteste personen zijn in quarantaine. Minister Amara Madin van Volksgezondheid houdt op dit moment een persconferentie over de COVID-19-situatie in de congreshal.